Op het moment dat ik hem besloot te verlaten, ontdekte ik dat ik in verwachting was. Uit schaamte weigerden mijn ouders mij als zwangere vrouw op te vangen en kon ik niets anders dan blijven bij de man die mij mishandelde. Toen bleek dat hij in het geheim was getrouwd met een andere vrouw, heb ik hem voorgoed verlaten. Maar vanwege de financiële uitdagingen door de oorlog kon mijn kindje niet mee en moest ik hem bij mijn ex achterlaten. Te veel meisjes en vrouwen in oorlogsgebieden krijgen te maken met huiselijk geweld. Als ambassadeur van Tearfund vertel ik jou het verhaal van een van deze vrouwen, omdat het voor haarzelf te gevaarlijk is. Samen geven we ze weer zicht op een hoopvolle toekomst.